Goedemiddag en welkom allemaal. Mijn naam is Frederik van Wallen. Ik werk als pre-sales engineer bij Capadata. We zijn hier vandaag om eventjes te kijken wat we met Barracuda Total Email Protection kunnen doen ten opzichte van Office 365 en andere producten. En het is zo, Office 365 die heeft op zichzelf al redelijk wat security aanwezig, maar toch kunnen we samen met Barracuda de lagen die daar rond zitten, verdikken. Dus meer security gaan uitbouwen rond het product Office 365 en bepaalde facetten daarvan. Sommige dingen kan Microsoft zelf, maar sommige dingen zijn gewoon niet mogelijk door Microsoft om dat zelf in te richten. En dat zijn de dingen die we ons gaan focussen, op gaan focussen. We gaan eigenlijk 6 producten of 6 schillen, lagen toevoegen. Een stukje anti-spam, een stukje archivering, maar ik ga nog veel meer in detail vertellen zo dadelijk. Een stukje backup. Dan gaan we ook nog artificial intelligence gaan toevoegen, omdat we met de traditionele anti-spam niet meer alles kunnen nemen. We gaan dan ook nog gaan achteraf kijken wat is er gebeurd en eventuele schade gaan beperken. Om in een laatste stap dan ook nog onze gebruikers te kunnen gaan trainen. Want tenslotte blijft de gebruiker de zwakste schakel in onze ketting. Al deze producten, waar we verticale kolommen zien, zijn ook verkrijgbaar in bundels. Dat zijn dan de horizontale lijnen die we terugvinden in deze slides. Bundels zijn uiteraard financieel een beetje interessanter om aan te bieden. En je kan ook deze bundels gebruiken om te gaan uitbouwen. En je kan vertrekken vanaf 1 product en dan zeg je tegen je klant van ja, kijk, dit is eigenlijk wat je zoekt, maar als we dan die andere producten daarbij nemen en we schuiven zo door naar die bundels, kunnen we misschien een mooi totaalpakketje gaan bieden. Maar ik ga nu eventjes in detail op al die producten. Het eerste kolommetje dat we hadden was onze anti-spam, als ik dat nog zo mag noemen, in de volksmond anti-spam. Daar zit uiteraard ook antivirus in, daar zit uiteraard ook ATP in. Ik vermoed dat ATP op zich wel bekend is bij de meeste mensen. We gaan dus eigenlijk het MX-record gaan pointen naar Barracuda. Dus het komt niet meer rechtstreeks toe bij Office 365. Ik wil dus ook gaan zeggen, als je een S-lookup doet, om dat MX-record te resolven, dat je niet ziet dat die gebruiker bij Office 365 zit. Nu, voor wat betreft het ATP-gebeuren, gaan we gaan samenwerken met alle verschillende elementen die we hebben in ons cloud-omgeving, om analyses te gaan doen op een bepaalde attachment van een file. En het is meer dan zomaar sandboxing. Er wordt ook gedecompileerd, er wordt van alles gedaan om te gaan kijken van, ja, is dit nu een ransomware of niet? Dus we gaan die file gaan offloaden van die mail en gaan testen. Maar dat is waarschijnlijk wel een gekend begrip. Nu, wat zit er ook in het anti-spam gedeelte van Barracuda? Dat is wanneer Office 365 om een of andere reden niet beschikbaar zou zijn, valt even uit of zo, dan gaat Barracuda in het portaal waar je ook de mails vrijgeeft wanneer dat er een spam onterecht geblokkeerd zou zijn, dan gaat Barracuda daar ook knopjes voor zien om reply te kunnen doen, om forward te kunnen doen, dus om eigenlijk je mails te gaan behandelen die toekomen. Er zit standaard een queue in van 96 uur, dus je moet niet gaan denken van, oh, mijn mails van gisteren, nee, die zitten daar allemaal netjes in. Dus via dat webportaal kan je je mails verder behandelen wanneer Office 365 niet beschikbaar zou zijn. En aangezien het MX-record nog steeds toekomt bij Barracuda, dan komen ook de nieuwe mails daar nog in toe. Het tweede luikje dat we hebben is archiving. Archivering, dat gaan we doen om allerlei redenen. De een doet dat om compliancy redenen. De andere doet dat om zeker te zijn dat hij geen mails kwijt is. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat er een werknemer van het bedrijf van plan is om zelfstandig te beginnen. Dat gebeurt regelmatig wel eens, maar op slechte manier. Dat hij gaat systematisch alle interessante mails van klanten gaan forwarden naar zijn privéadres, dat hij shift-delete gaat doen in de inbox en shift-delete in de verzonden items. En zo komt die mail nooit in een backup terecht. In het archief komen alle mails. Hè. Dat gaat door middel van journaling, gaan alle mails systematisch in dat archief. Dus ook de mails die je stuurt naar uw partner om te zeggen van zoetje, hoe laat eten we vanavond, wanneer ben je thuis? Al die mails zitten ook in het archief. Je kan daar als gebruiker niets in wissen. Nu, aangezien het journaling is dat standaard gebruikt wordt, kunnen we dit archief niet enkel gebruiken voor Office 365, maar ook voor on-prem omgevingen of andere omgevingen zoals Google, die ook
crowdfunding ondersteunen. Nu, een ander bijkomend voordeel is voor mensen die nog niet in die cloud zitten van Office 365. Daar zou je kunnen zeggen van, weet je, ik ga nu al de archivering doen van die mailboxen van die gebruikers. Dus al de mails van de huidige omgeving worden in het archief gestoken. En op het ogenblik dat we overgaan op Office 365, dan gaan we die mailbox koppelen vanuit het archief in Outlook. Dus je kan een gearchiveerde mailbox, dat is niet de live mailbox, een gearchiveerde mailbox in Outlook koppelen, net zoals dat je een equipment mailbox kan koppelen onderaan links in Outlook. En als je die mailbox daar hebt, kan je daar al je mails terugvinden vanuit het verleden. En zou je kunnen starten in Office 365 met een mooie, clean mailbox, een mooie, lege mailbox. En dan moet je niet op het moment van de overgang ineens al die mails gaan kopiëren. Dat hoeft niet meer, want je hebt ze in het archief. Kan er niet meer in wissen, dat is misschien een beperking, maar ik ga er wel een beetje van uit dat die mails aldoende gewist zijn, terwijl dat ze destijds toekwamen. Mijn excuses, dat klopt niet helemaal, je kan niet wissen in een archief, dus je hebt wel degelijk nog al die mails, maar je kan daar ook in zoeken en je kan dan tenminste in één beweging verder. Hoe gaan we dus die mails gaan opvragen? Wel, eentje heb ik al verteld via Outlook, via de plugin. Een andere manier is een appje op je smartphone, de webinterface van Barracuda, of een appje op je telefoon, op je computer zelf, dus een Windows en een Mac applicatie waarin dat je dat ook kan gaan doen. Als je de synchronisatie hebt opgezet met de folderstructuur van Office 365, dan kan je ook per map gaan selecteren als je iets zoekt in je gearchiveerde mailbox, wat de zoekfunctie toch wel een pak versterkt. Dus over de archiving, alles wordt systematisch, maar lineair opgeslagen. We hebben een synchronisatietool nodig voor de subfolders. De gebruiker is niet in staat van mails te deleten, maar gelukkig kunnen wij dat wel doen als administrator. We kunnen een retention policy gaan instellen om alle mails die ouder zijn dan bijvoorbeeld 5 jaar te wissen, als we dat wensen. U hoeft dat niet te doen. Het is unlimited storage bij Barracuda. Derde luikje dat we hebben, hè, dus we hadden anti-spam, we hadden archivering en nu hebben we backup. Nu backup Microsoft, uiteraard backup haar omgeving. Het zou spijtig zijn, moesten ze dat niet doen. Maar wat backuppen zij? Zij backuppen de ganse omgeving. Zij zijn eigenlijk, niet verkeerd bedoeld, maar niet begaan met de backup van jouw data. En ze gaan de volledige data terugzetten. Als jij een individueel mail wilt terugzetten, kan je niet gaan aankloppen bij Microsoft. Zeg, mag ik eens de backup van die mail van? Nee, dan moet je via retention werken. Dan moet je eigenlijk in de mailbox zelf een soort van undelete recover gaan doen, hè, dus binnen dezelfde database. En daar hebben we het al, een database waarin dat je iets recovert, is geen echte backup. Hè. Van een backup verwachten we toch iets anders dan een versiebeheer in eenzelfde database. Standaard wordt alles wat ouder is dan 30 dagen gewist. Je kan dat, had ik begrepen, nog gaan stretchen tot 90 dagen. Maar daarna, als je iets hebt gewist, is het weg als het uit je deleted items is. Of als je een user gewist hebt en je doet er verder niks mee, dan is een mailbox weg als je die niet hebt omgezet naar een equipment mailbox. Maar zijn OneDrive is weg, zijn Teams zijn weg, al zijn persoonlijke data is volledig weg na 30 dagen. En dan kan je die niet meer terugzetten. Wat kunnen we doen met Office 365? Wel, alles van Exchange, alles van SharePoint en OneDrive gaan we kopiëren naar het datacenter waar de backups van Barracuda in zitten. Nu, er is wel een klein sterretje. Teams bijvoorbeeld wordt ook gebackupt, maar er zijn beperkingen in de restore. En ook bij SharePoint zijn er nog een paar onderdelen die niet helemaal gebackupt worden. Dus wanneer het cruciaal is dat je alles nodig hebt, dan moeten we eventjes kijken waar zitten we van de roadmap. Is ondertussen alles geïmplementeerd wat je nodig hebt? En we mogen er normaal gezien vandaag van uitgaan dat alles wat je nodig hebt van SharePoint erin zit. Van Teams wordt ook alles normaal gezien gebackupt, maar het is vandaag nog niet restorebaar. En dus moest je dan een crash hebben morgen, dan kan je die Teams nog niet volledig restoren. Wel de elementen die opgeslagen zitten in het gedeelte van SharePoint op OneDrive. Want tenslotte Teams is een samenstelling van die verschillende componenten. Nu even naar de licenties toe. Alle licenties hier zijn per user. En een user hier is dezelfde soort licentie als een user bij Office 365. Dus dat wil zeggen, dat zijn mensen. Jij en ik. Wij zijn mensen, wij betalen een licentie. Als je een equipment mailbox hebt, een distributiegroep, een shared mailbox, al dat type mailboxen, daar moet je niet voor betalen. Wat wel leuk is, je kan je
data voor altijd bewaren, ook voor de user die je gewist hebt. Dus je moet daar geen licentie meer voor betalen. Die licentie komt vrij voor de volgende persoon, maar de data die je in het verleden gebackupt had, die mag je bewaren. Dus je hoeft je geen zorgen meer te maken van die mailboxen van die ex-users, die worden sowieso gebackupt. En het is unlimited storage, dus je moet er ook niet mee bezig zijn van, ja, hoe groot is die mailbox, hoeveel mag je backup? En dan zit ik daar nog niet over. Het is unlimited storage. Nu moest je erin slagen om met 10 users 20 terabyte aan backup data te hebben, dan denk ik wel dat ze u gaan vinden en gaan vragen van, leg me dat eens uit, hè. Maar we gaan hieruit van een normaal gebruik van mailboxen en dan is het effectief volledig unlimited storage. In een traditionele verkoop moet je minimum 10 licenties aankopen van de individuele producten. In de laatste slide gaat er nog bij staan, er zijn een paar uitzonderingen, welke de uitzonderingen zijn. Je kan ook in een MSP-formaat gaan en dan zit je in een soort van huurformule. Kan je eentjes en tweetjes ook verkopen, moet je de mailboxen, sorry, moet je de licenties zelf gaan aanmaken. Het leuke aan die manier van werken van licenties, dat is dat je heel gemakkelijk op een offerte aan je klant een vinkje kan bijzetten van ik wil een volledige security bovenop mijn Office 365 verhaal. Dus als de Office 365 omgeving 30 users heeft, dan zet je daar gewoon 30 users automatisch bij. Ik krijg hier eventjes een vraagje. Dus de vraag is van als je een gebruiker hebt die niet meer bij jou werkt en je delete de user, dan blijft die data bewaard. Moet je dan nog betalen voor die user zijn licentie? Nee, die licentie komt vrij voor zijn vervanger. Dus stel dat je 20 users genomen hebt, eentje vertrekt, dan heb je nog 19 actieve users. Er komt iemand terug in de plaats, dan heb je terug 20 actieve users en je blijft 20 licenties hebben. Die oude data blijft bewaard. Het is wel zo, als je niet in een MSP-formule zit, dat als je iemand hebt die vertrekt, dan blijf je op 20 licenties zitten. Het is niet dat die plotseling naar 19 gaan. Je hebt die gekocht. Alleen is er eentje niet in gebruik als die user deleted is. Volgende luikje, we zitten aan de vierde kolom in onze presentatie, van die leuke kolommetjes, die blokjes in het begin. In de vierde kolom gaat het over artificial intelligence. Het is een beetje een buzzword, maar er zit ook een stukje waarheid in. Nu, beeld u in dat we iemand hebben die een paswoord heeft ingegeven op een website en die hacker heeft die. In het slechtste geval heeft hij zich laten phishen. In een ander geval heeft hem gewoon een reuse van paswoorden en heb je zo van die predictive passwords zoals Outlook 123, Facebook 123 en dan maar denken van ik heb unieke paswoorden. Hè. Dus iemand is erin geslaagd om het voorbeeld dat je nu ziet, om aan te loggen als Patrick Kasteels, hè, dat is onze CEO, en een mail te sturen naar Tom, en laten we Tom de CFO noemen om het mooi te laten klinken. En Patrick stuurt een mailtje naar Tom van zegt, Tom, wilt jij een overschrijving maken? Moet me niet bellen, het is dringend, schrijf dat gewoon over. Dan gaat natuurlijk Tom zoiets hebben van, oké, ja, ik zal dat dan maar doen. Nu, een computer kan heel moeilijk dit herkennen, want de afzender is wel degelijk Patrick Kasteels, technisch gezien. Menselijk niet, hè? Maar technisch gezien is dat Patrick Kasteels. Dat passeert niks. Dat is binnen Office 365. Dat gaat niet naar buiten. Dat gaat niet via NMX-record. Er is geen source domein of wat dan ook. Volledig legitieme mail, technisch gezien. Maar menselijk gezien niet. En het is dat facet dat we gaan aanpakken. Dus het systeem gaat via APIs gaan kijken in de mails. Gaan kijken naar de geschiedkundige communicatie tussen die twee personen. En zien van, tja, er staat hier beste Tom. Maar Patrick heeft nog nooit een mail gestuurd naar Tom met de aanspreking beste Tom. Het is altijd hallo Tom of dag Tom, maar beste is nog nooit geweest. Hetzelfde met de afsluiting, nu is het met vriendelijke groeten. Het is altijd MVG of groetjes of wat dan ook naar Tom toe. Dit is een simpel voorbeeld. Het gaat veel verder dan dat en zij gerust laten bij Barracuda niet in hun kaarten kijken om alle details vrij te geven. Maar dat is de manier van werken. Je gaat er straks een voorbeeldje van zien. En op die manier kan het systeem weten dat die mail eigenlijk niet geschreven is door Patrick. Dat gaat hem ook gaan over taalgebruik, over veel vet in de mail schrijven, onderstrepen, weet ik veel, alles dat hij kan zien.
Dus op die manier gaat hij dat eruit halen en gaat hij die opzij zetten. En zo kunnen we ons beschermen tegen account takeover. De administrator krijgt een alarm en die heeft dan de kans om een password reset te doen op Patrick zijn account. En op die manier te beschermen dat je niet verder kan gaan hacken. Dus ik ga nu niet alles vertellen wat er hier allemaal in staat. Ik ga je nog een paar dingen tonen, maar het meeste daarvan heb ik ook verteld. Ook een stukje DMARC ga ik je tonen in de demo, maar je kan daar ook die dingen van gaan onderzoeken. Het systeem werkt ook voor Nederlandstalige en Franstalige mails. Het volgende kolommetje is het volgende kolommetje, het volgende productje, zijn dit dus het vijfde kolommetje, vind ik persoonlijk dan de tofste. Dan gaat er eigenlijk vanuit van uw systeem wordt eens of ooit wel eens, ja, gehackt is hier nu nog niet, maar die gaat wel eens een mail doorlaten. Hè. Niks is waterdicht. En dan begint het. Hè. Dan gaat de gebruiker bellen, meestal naar de helpdesk en zeggen van, tja, ik heb een mail gekregen. Wat moet ik daarmee doen? En wat zegt die helpdesk-medewerker dan? Ah, toon het eens. Hij stuurt hem eens door, of in het beste geval stuurt hem eens naar mij als attachment en ik ga de broncode van die mail gaan bekijken, de herfst van de mail gaan bekijken en zien van, hij klopt dat wel. Dan ziet die persoon van, ja, nee, niet opklikken. Hij belt terug, hey, niet opklikken alstublieft en verwittigt uw collega's. Hè? Want dat is dan de zorg, want die mails, dat zien we in de praktijk, dat is meestal niet aan één persoon van de firma gericht, maar om een of andere reden hebben ze daar een hele hoop e-mailadressen bemachtigd van de firma en worden ze naar iedereen die ze kennen van de firma verstuurd. Dus één persoon heeft het gehad, maar wie heeft die nog gehad? Hè? Dat is de zorg. In het slechtste geval doet die persoon een forward naar iedereen van de firma, ook wie dat niet gehad heeft, en schrijft: als je deze mail krijgt, niet opklikken. Hè? Nu, als mensen mails lezen, zoals dat ik mijn mails lees, dan gaat dat niet helpen. Ik heb de slechte gewoonte van oud naar nieuw te lezen. Ik lees altijd eerst mijn oudste mails en ga zo naar de nieuwste. Dus ik ga op een bepaald moment die mail, de slechte mail, zien. En ik ga dat zien en ik ga zeggen, oh leuk, ik kan hier €20 krijgen of weet ik veel. Ik klik daarop, ik geef mijn paswoord in, dat ding, dat doet niks. Ik denk van, goh ja, dan maar niet. En ik ga verder. En een paar mails verder zie ik de mail staan, hier niet op klikken. Oei. Mag ik een keer links kijken, een keer rechts kijken? Niemand heeft het gezien. Shift-delete. De andere mailtje, shift-delete. Ze zullen dat wel niet weten. Maar dat mijn credentials gefished zijn, dat weet ik niet. Dat heb ik niet door. Dus dat is een probleem dat we hier kunnen tackelen. Dus wij kunnen met dit systeem zien wie heeft die mails nog gekregen. We kunnen ook die mails terugtrekken uit die mailbox en dat die daar niet meer staan. Dat die gebruikers daar ook gewoon überhaupt niet kunnen op klikken. We kunnen zien of dat er iemand op geklikt heeft. En dan kunnen we naar die computer gaan. We kunnen eventueel aan de gebruiker vragen van ja, wat heb je gedaan? Of we spoelen die computer opnieuw in. We resetten die gebruiker zijn paswoord. Het hangt af van de situatie, uiteraard. We kunnen ook zien naar wie dat die persoon de mail heeft geforward. En dat we eventueel nog andere mensen moeten gaan controleren buiten de firma om ons ervan te gewissen dat er geen verspreiding is van die mail. Goed. Maar het is wel duidelijk dat de persoon waarover we praten een cruciale factor is in die beveiliging. We zijn wel allerlei technologieën aan het doen, maar moesten we nu eens die persoon kunnen gaan trainen? En ja, dat is allemaal goed. Ik moet mijn mensen gaan sturen op training en dan ben ik ze in een dag kwijt en goh, dan moet ik het dan herhalen om de zoveel tijd. Zou het niet gemakkelijker zijn, moesten we dat ergens kunnen gaan automatiseren. En daar komt dan Fishline in het verhaal. Fishline is eigenlijk een beetje een losstaand product. En dat product kan fake phishing mails gaan sturen naar de gebruiker. Dus we kunnen eigenlijk een bon maken zelf van bol.com. Ik ben hier reclame aan het maken. Een bon van €20 die je nu moet claimen, want nu is het coronatijd en daarom deze speciale actie. En als je erop klikt, ja, om hem te claimen, moet je username en je wachtwoord invullen en hupsakee. Paswoord gefisht. Dus wij gaan het hier doen met een fake phishing mail. Wij gaan diezelfde bon opsturen. Wij gaan ook hun laten doorklikken en een paswoord laten invullen. Nu, dat paswoord gaan we niet bewaren. Dat gaan we niet kennen. Dat interesseert ons ook niet. Maar wat dat ons interesseert, is dat ze geklikt hebben en dat ze dat paswoord proberen ingeven hebben. En zo kunnen we dus een analyse gaan maken van wie heeft daarop geklikt. En dan kunnen we de mensen gaan confronteren van kijk, zoveel procent van de mensen heeft geklikt. Hoe dat het er een beetje uitziet om te configureren, wat statistiekjes en grafiekjes allemaal schoon en wel. En wanneer dat ze dan geklikt hebben, kunnen we zeggen van, kijk, hier is een videootje. Dit had je kunnen doen om te vermijden dat je je paswoord had ingegeven. Zo had je dat kunnen herkennen.
Je kan het ook proactief gaan doen, want je kan ook training gaan organiseren. Je kan ook een soort van toets afnemen, een examen afnemen, om te zien van hebben ze wel goed geluisterd en zo verder en zo voort. Maar op die manier raakt de user getraind. En wat zie je dan in de praktijk? Op den duur zijn de mensen bang van te klikken op een fake phishing mail, want ze weten dat ze gecontroleerd worden. Dat verhaaltje van oei, niemand gezien, dat werkt niet meer, want het was misschien een fake phishing mail. Dan gaan ze zo bang zijn dat ze ook niet meer op de echte phishing mails klikken. En we hebben in Outlook de mogelijkheid van een knop te installeren dat een user kan rapporteren: ik vertrouw deze mail niet. Die komt automatisch terecht bij de administrator en die kan dan enerzijds zien aan de link van Phishline van dit was een training mail, of anderzijds, nee, dat was een echte. En kan hij dan het systeem in gang steken voor de remediation van de forensics, hè? Dus van die mails terug te trekken uit al die mailboxen. Dus dat is de theorie. Ik zie hier nog een. Kan je Phishline ook gebruiken in het pre-sales traject? Nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar wat we wel hebben is een e-mail chat scanner. Dus die AI-scanning, die bestaat ook in een losstaande tool. Die kan gaan scannen in de eindklant zijn mailbox. Die gaat daar een rapportje uitgeven en zeggen van kijk, dat zijn alle mails die ik nog heb gevonden, hè, die de andere systemen niet hebben gevonden, die ik zou opzij zetten. En dat hoeven geen virussen te zijn, hè. Dat kan evengoed phishing zijn en dat kan van alles zijn. En die gaat hij dan herkennen. En daarmee kan je naar je klant gaan en zeggen van kijk, alsjeblieft, dat zijn de mails die Barracuda had genomen. Als je nu dit product neemt, dan ben je extra beveiligd. Maar je kan die Phishline niet gebruiken om in een multi-tenant omgeving te gaan werken of je klanten te gaan overtuigen of wat dan ook. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dan moet je het kopen of een trial installeren bij je klant. In dat geval zou het gaan, maar hou er wel rekening mee. Ik zal u straks eventjes het dashboard tonen, ook in een live omgeving. Het is een vrij complex product. Het vraagt wel wat training om daar iets in te doen. Dus om dat nu zo te gaan gebruiken om even in een pre-sales traject iets te doen, dat is wel vrij intensief. Het is veel interessanter van het te verkopen met services en dat je dan nog extra verdient aan je services dan dat je het in een pre-sales gratis traject gaat doen. Even samenvatten wat ik allemaal verteld had. Dus de eerste kolom, anti-spam met ATP, dus ook antivirus. En onze e-mail continuity. Dan hebben we ons archivage om ons te beveiligen dat niemand met de mails naar huis gaat, bijvoorbeeld, of voor compliance of wat dan ook. En de twee samen zijn verkrijgbaar in een bundel die Essentials Compliance heet. Als derde luik hebben we ons cloud-to-cloud backup. Alle verticale kolommetjes zijn als apart product verkrijgbaar. Onze cloud-to-cloud backup gaat dus de mailboxen, maar evengoed de OneDrive, SharePoint en min of meer ook Teams gaan wegnemen van, of niet wegnemen, kopietje nemen naar het Barracuda datacenter. Zodanig dat we daar ook een veilige kopie van hebben, samen te verkrijgen in Essentials Complete. Af en toe hoor je de mensen die al een tijdje met Barracuda werken, spreken over Essentials. Wel, dan spreken we over deze blauwe bundel. Die was er eerst. Intussen is daar die AI-scanning bijgekomen, waarin dat we kunnen gaan zien of we een targeted attack hebben, die we dan samen kunnen kopen in die anti-spam. Want om te zien of erop geklikt is, dan gaan we die link protection gebruiken die ook in die anti-spam zit. En dan hebben we onze forensics voor het sporenonderzoek en onze Phishline voor de user awareness training. En het is allemaal leuk als we dat eventjes kunnen gaan demoen. Dus daarom ga ik een browser openen. Barracuda gaat de meeste producten die je kan, toch zeker de cloud-producten, gaan managen vanuit de cloud control. Dus je kan hier naartoe, je kan naar demo.barracudanetworks.com gaan om alle demo-versies te zien. Of hier algemeen login.barracudanetworks.com. En hier klik ik nu gewoon op demo. Dus ik ga niet in de live omgeving gaan. Ik ga dat wel straks doen voor Sentinel, omdat ik dat fijner vind. Aan de linkerkant zien we alle producten die ik mag en kan managen. Je ziet dat er ook een stukje WAF as a service in zit. Je kan er appliances in toevoegen. En als je op de backup zou gaan klikken, dan zie je dat je zelfs de hardware backup toestellen ertussen hebt. Je hebt dus ook units die je kan zetten bij je klant. Die trekt alle backups ook virtueel naar zich toe en gaat die dan altijd gaan overpompen naar de cloud om een offsite kopie te hebben. Dus ook die units kunnen we hierin gaan beheren. Nu,
We hebben het hier over het Essentials slash Total Email Protection verhaal. Wel, dat is cloud-to-cloud backup waar we moeten naar kijken. En dan zien we hier wat we allemaal kunnen gaan doen. We zitten wel goed. Restore browser. We kunnen dus hier gaan klikken op de individuele items. Hè. We kunnen naar mails gaan. We kunnen naar SharePoint gaan. En we kunnen gaan doorklikken tot op een e-mail. En dan gaan we zien van elk item dat we aanklikken, dat je kan kiezen of dat je de item gaat gaan terugzetten naar zijn originele locatie. Dus het zij de mailbox van de persoon, het zij de OneDrive waar het vandaan komt, of dat ik die ga gaan downloaden naar mijn persoonlijke PC hier. Hè. Dus via de webbrowser kan ik ook zaken gaan binnenhalen. Wat natuurlijk altijd zeer typisch is aan een demo in een live omgeving. Ik ging zeggen dat het niet werkt, maar is er toch nog doorgekomen. Ik klik door in de mailbox van die gebruiker. En dan aan de rechterkant, je ziet het hier al een beetje in de fluwe omgeving. Dat je kan klikken op Restore en Download. En Restore gaat dus telkens gaan restore naar de originele locatie. Of downloaden, gaan downloaden naar mijn computer hier. Dus als ik hier op download klik, dan zou die op het moment dat ik een individuele mail heb, een EML-file downloaden naar mijn PC. En analoog is dat ook voor de andere. We zien hier ook change date. Dus je kan ook teruggaan in tijd. Want ja, zeker als het gaat over OneDrive, dan is dat de vraag van, ja, tja, ik heb ergens een file aangepast en ik ben nu een stukje een tabblad kwijt of zo. Kunt jij eens die file terugzetten van zo ongeveer 2 weken geleden? En daarvoor dient die change date. Ik denk dat dat zo wat de meest gestelde vraag is op de helpdesk. Ik denk dat we vandaag geen prijs gaan winnen voor de snelste cloud-omgeving. Ik denk dat we een beetje pech hebben dat er heel veel thuiswerkers zijn en dat dat toch ook wel een impact moet hebben op de snelheid van de cloud-omgeving. Maar goed, ik denk dat dat duidelijk genoeg was op zich. Ik ga eventjes doorgaan naar de email security. Dus dat is de anti-spam. En in de anti-spam, behalve alle leuke fancy items dat we kunnen zien, kunnen we eigenlijk op een bepaald ogenblik gaan zien welke mails geblokkeerd zijn. Dus dat is hier. De gebruiker heeft ook toegang tot een dergelijk portaal. En die kan dan van hieruit, wanneer dat die e-mail continuity in gang schiet, mails gaan beantwoorden of doorsturen. Hè. Dat komt dan hier actief. Wat kan deze administrator eigenlijk ook doen? Wel, we hebben hier een lijst van alle users en we kunnen hier klikken login as user. Dus soms gebeurt het dat een persoon zegt van, ja, ik zoek een mail, ik wil hem vrijgeven, ik vind hem niet. Ofwel geef jij hem vrij als administrator en dat is natuurlijk een beetje heel gemakkelijk. Ofwel log je in als die user, wat ik nu doe, en dan kan je die user helpen om de volgende keer zelf te vinden waar het was. Hè. Dus zoals je mij zag doen bijvoorbeeld, klik op een filter all in plaats van quarantined en dan heb je misschien meer resultaten. In het archief, daar valt eigenlijk niet zo heel veel te tonen. Hè. Dat is zoeken naar oude e-mails dat je daar kan doen. En als administrator kan je daar wat zaken gaan tunen. Je kan daar ook bijvoorbeeld enkel de attachments, juist omgekeerd, de attachments niet in Outlook bewaren, maar wel in de cloud. Dat zijn dingen die je kan gaan doen. Maar verder gaan we daar niet te diep op ingaan. Voor de Sentinel, ik ga eens kijken, ga ik ervoor zorgen dat we met de omgeving van Capadata zijn ingelogd. Waarom? Ik vind het veel echter. En kijk, het is zo, ik zit in de omgeving van Capadata. Dit is veel echter. Dit is een live omgeving en ik vind dat dat meer tot de verbeelding spreekt dan zo'n demo-omgeving, waar je natuurlijk altijd die fancy dingen krijgt. Wat zien we hier allemaal wel? We hebben hier spam. Dat wil zeggen, dat zijn e-mails die door de anti-spam ook zouden herkend zijn. Dat vind ik minder boeiend. Het gaat er maar meer over welke heeft er geen spam staan. Dus ondanks het feit dat we verschillende spamfilters hebben, zijn er toch altijd mails die erdoor komen. En dan kunnen we hier gaan klikken aan de rechterkant van waarom is deze mail geblokkeerd. En dan zien we hier van boven staan dat het taalgebruik hier als een niet-normale manier van communiceren beschouwd wordt, als zijnde dus fraude of scam. Ik ga eens kijken voor een ander voorbeeldje eventueel. Hier zien we een mailtje, suspicious call to action. Dus dat is ook een beetje van hoe dat er gesproken wordt.
Of een suspicious URL. Er zit een URL in die ofwel geblacklist is, ofwel dat er iets niet juist mee is. Waarom dat ze het niet vertrouwen, ik weet het niet. Maar ze vertrouwen het niet. Als ik nu nog ergens eentje zou gaan pakken, ik geloof dat er hier nog eentje zat dat interessant was om te tonen, dan zien we impersonation. Dus we zien hier dat de afzender zich voordoet als kappadata.be, maar zegt die van ja, dat is wel geen kappadata.be adres, ondanks het feit dat je dat een beetje wilt laten uitschijnen. Ook een rare call to action en een suspicious URL. Dus dat zijn allerlei facetten waarom dat je een mail blokkeert. Dus dat is een helemaal andere manier van werken dan de traditionele manier van werken. Wanneer er een mail is tegengehouden, dan wordt of kan je configureren dat de gebruiker dat krijgt. Bij het geval van Sentinel ga ik eventjes moeten noteren de vraag. Want dan weet ik niet of dat we dan een link hebben om die direct vrij te krijgen. Het is wel zo dat je bij de traditionele anti-spam, dus de eerste kolom, dat je dat wel hebt. Hè. Daar krijg je je mailtje, zoals altijd, waarin dat je kan e-mails gaan vrijgeven vanuit je Outlook met single sign-on. Hier denk ik dat je gewoon een message krijgt. Dus dat ga ik eventjes uitzoeken voor u. Ik ga dan naar account takeover. Dus hier staat er liefst zo weinig mogelijk. Nu, deze alert is geen account takeover, maar een suspicious login. Dus Ruben was waarschijnlijk, en is dat in die periode in Zweden, en zal waarschijnlijk van daaruit gewerkt hebben, een VPN gelegd hebben, naar zijn Outlook gegaan hebben, VPN verbroken, en nog eens naar zijn Outlook gegaan hebben via de webbrowser. Dus op een veel te korte tijd heeft hij vanuit twee landen geprobeerd van naar Outlook te gaan. En hier is dan een melding van binnengekomen als suspicious sign-in. Nu, de echte account takeovers hebben we hier gelukkig geen meldingen, want dan was er een probleem. Ik heb het van een klant al doorgekregen dat het wel gebeurd is. Het was een effectieve, correcte melding ook. Die persoon heeft dan tijdig kunnen paswoord resetten en dergelijke. Dus er is niks gebeurd, maar die was wel blij dat dit gebeurd was. In de inbox rules kunnen we gaan kijken welke rules er allemaal zijn toegevoegd op bepaalde mailboxen. Dus ik ga ze nu niet openen om GDPR-redenen, maar je kan dus zien, vroeger hadden we deze rules, nu hebben we deze rules, dus die rule is erbij gevoegd. Is dat wel normaal? Kan je verder op gaan zoeken. Bij domain fraud, dan zitten we in het stukje van DMARC. Ik had u verteld, we gaan hier SPF, DKIM en DMARC hebben. En ik ga u dat even tonen als we in de live omgeving zitten. Dus hier hebben we een domeintje dat in principe nog niet goed staat. En dan kunnen we hier DMARC reporting gaan opzetten. Gaat u eerst gaan controleren, staat uw SPF goed? Lijkt in orde. Checkt een DMARC, die is niet in orde. Dit recordje moet je hebben. Nu, wat is DMARC? DMARC kan in kaart brengen van waar in de wereld wordt er allemaal gemaild met jouw domein? En dat kunnen we hier een beetje gaan visualiseren. Dus als we hier kijken voor Kappadata bijvoorbeeld, dan zien we hier op de wereldkaart dat er van verschillende plaatsen in de wereld gestuurd wordt als zijnde kappadata.be. En hier heel veel van de US, omdat onze mailing verstuurd wordt met een Amerikaans programma. En deze, ik zou het begot niet weten. Dan gaan we naar het laatste productje. Dan klikken we door van hier. Dat is dat productje dat ik het voorlaatste. Sorry, we hebben nog de fishline. Dat productje vind ik het leukste productje om mee te werken. Dat is het productje dat als er iets gebeurd is, dan gaan we die mails gaan terugtrekken. Dus we nemen nu bijvoorbeeld, ik ga deze een keer pakken. Er is op een bepaald moment iemand die gezegd heeft: ik heb een mail gekregen van die persoon. Dat was het onderwerp en ik vertrouw dat niet. Dan heeft iemand met een generisch adres hierop aangelogd en heeft gezegd van: kijk, we gaan al die mailtjes gaan zoeken. En hier zien we al de mails die teruggevonden zijn. Ik weet niet waar je erop gelet hebt. Ik ga eventjes op back klikken. Maar ik zei daarnet, als zo'n mail binnenkomt, is het zelden dat er zomaar eentje binnenkomt. Kijk, hier in deze lijst staat er ook maar één e-mail die maar naar één persoon gestuurd wordt. Dus het loont echt wel de moeite van te gaan zoeken in alle mailboxen van alle gebruikers van: heeft nog iemand deze mail gekregen? Dus ik ga eventjes terug dat incidentje openen. We kunnen ook in dit scherm van dit incident zien wie heeft allemaal geklikt op de link, wie heeft de mail geopend, wie heeft erop gereplied
en zo verder en zo voort. En dat zijn de zaken die we willen weten om dat te gaan oplossen. Nu, die mails komen soms niet echt letterlijk allemaal tegelijkertijd toe. Soms zit er een beetje tijd tussen, een beetje vertraging, al dan niet de bedoeling. En dan kunnen we hier continuous remediation gaan aanzetten. Dan gaat hij nog een paar dagen lang alle mails die aan deze query voldoen ook gaan tegenhouden. Hè? Dus maar een paar dagen daarna gaat dat weer uit. Je kunt dat weer gaan aanzetten. Maar om toch een beetje vertraagde mails ook te kunnen pakken. Dus ik vind dit een mega cool programma. Ik begrijp dat ze daar een apart product van gemaakt hebben. Want dat is iets wat ja, je kunt zien hoeveel keer dat we dat nodig hebben. Hè? De data stonden hierop. Hè? Hier zijn ze. Hier kunt je zien dat je dat toch wel gemiddeld 2 keer in de maand nodig hebt. En ik vind dat toch al de moeite om daar rekening mee te houden. Nu, het laatste productje is Fishline. Fishline is dat stukje dat we user awareness training gaan doen. Dat we dus de gebruikers gaan aanleren hoe dat ze moeten werken. Het is sympathiek van u, maar ik zou graag de aanmelding krijgen. Zo en zo doen. Dat ziet er al veel beter uit. Dus ik log aan met mijn auto-saved password. En het systeem is altijd multifactor. En dan kan ik hier even snel doorgaan. Hè. Dus als we een campagne maken, er staat nog eentje open bij Recent Campaigns, dan zien we de verschillende templates die erin zitten. Ik ben bezig. Mag ik wat vensters sluiten, dan zie ik het, ja. Dus dat is een campagne die in opbouw is, zogezegd. En dan zien we, als het geladen is, dat we verschillende templates kunnen gaan gebruiken. Het kan een template in het Nederlands zijn, het kan een template in het Pools zijn. Het zit hier ook een Pools voorbeeld in, omdat we onder andere ook een filiaal in Polen hebben. Maar dus je hebt verschillende talen die je kan gebruiken, verschillende templates die je kan gebruiken en van daaruit kan vertellen, kan vertrekken. Nu, het mooiste is nog altijd als je zelf je template ontwerpt, omdat je dan veel gerichter kan gaan en niet zo van die algemene mails kan gebruiken of zal gebruiken. Ik zei hier ook van, er zit een educatief stukje in, dus je kan ook toetsen maken of examens maken om de mensen te gaan doen. Maar wat ik ook nog wil aanstippen is, je kan zoveel doen. Hè. Als je ziet hoeveel dat er allemaal onder zit, dan is het wel redelijk snel duidelijk. Dat is niet iets wat je tussen de soep en de patatten doet. Hè. Dus je moet jezelf daar een beetje voor trainen. En vandaar dat het wel mooi is als je dat als dienst kan verkopen. Nu, ik spreek over trainen. Dat brengt ons meteen ook nog eventjes algemeen over Barracuda voor de mensen die dat niet weten. Er is een site, campus.barracuda.com, waar je jezelf kan aanmelden. Waar dat je kan gaan zoeken per product naar dingen. Hè, de zaken die kunnen gebeuren, installatie, manuals en zo verder. Als we nu even gaan naar de cloud archiving bijvoorbeeld, dan zien we hebben daar ook een training module. Van sommige modules kun je ook gaan certificeren, kan je allemaal online gaan doen en op die manier kun je dus jezelf opleiden om met die producten te kunnen werken. Daarmee kom ik aan het einde van deze sessie.